Weersverwachting voor Curaçao en omgeving geldig tot woensdagmiddag 12 uur 's middags, 30 januari 2019. We start met een korte omschakeling van de regionale weer. In de komende 24 uur wordt weinig significante verandering in het huidige weerbeeld verwacht en een overwegend droog weer zal aanhouden. We gaan door met de lokale weer. Licht tot half bewolkt met geen significante neerslag. De verwachte maximumtemperatuur zal 30 graden Celsius zijn en de minimumtemperatuur 25 graden Celsius. Zonsopgang is om 1 over 7 ochtends en zonsondergang om 7 over half 7 avonds. Het wind kan oostelijk en matig. Windkracht 3 tot 4, 12 tot 30 km per uur. 7 tot 16 knopen. Overdag. Nu en dan vrij krachtig tot krachtig in uitschieters. Windkracht 5 tot 6. 31 tot 50 km per uur. 17 tot 27 knopen. De zeecondities kan vrij rustig met golfhoogtes tussen 0,5 en 1,5 meter. 2 tot 6 voet. De vooruitzichten tot woensdagmiddag kan licht tot half bewolkt en overwegend droog. Het volgende weerbericht. In het Papiamentu, zal worden uitgegeven om 5 uur 's middags URLT. Deze verwachting is samengesteld door meteoroloog Abraham Scheur. Dit is een service van de Meteorologische Department Curaçao. En download onze app voor Android en iPhone.